Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Door een noordwestelijke stroming worden over de Noordzee lage wolken onze kant op gedreven. Enkeling daarvan die brengt ook wat neerslag met zich mee. Dus vallen er vandaag ook verspreid buien. In de ochtend, de meeste daarvan in het noorden en oosten van het land en met temperaturen rond 8 of 9 graden en de stevige noordwestenwind voelt het wel vrij koud aan. Vanmiddag verandert er aan het weerbeeld niet heel veel. De temperatuur die loopt op naar waarden zo rond 11 of 12 graden. En de noordwestenwind die blijft stevig. Met name aan zee kan het soms fris aanvoelen. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, maar het neemt het aantal buien af en wordt het op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur daalt naar 9 of 10 graden. En in de loop van de nacht liggen er minima rond een graad of 5 land inwaarts. Ook morgen hebben we te maken met een afwisseling van zon, wat wolken en ook een aantal buien. Deze regenbuitjes stellen allemaal niet zo heel veel voor. En met name in het noorden en oosten van het land kunnen ze die buitjes verwachten. De temperatuur ligt wel een graadje hoger dan vandaag en nog steeds staat er een stevige noordwestenwind. Ook de komende dagen zijn we nog niet van de buien af. De wind die draait wel geleidelijk aan naar westelijke tot zuidwestelijke richtingen. Waardoor er iets mildere lucht onze kant op komt. En de temperaturen die lopen dan geleidelijk op naar misschien lokaal wel 17 graden komende woensdag of donderdag. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl